Hoi, ik heb weer een allergische reactie. Ik ben net naar de badkamer geweest om mijn tanden te poetsen en zo. En ik zie dat mijn oog helemaal dik is. En ik weet echt niet wat ik gisteren anders heb gedaan dan normaal. Dus het is niet mijn thee, want die heb ik nu al een hele tijd niet gehad. Ik weet echt niet wat ik gisteren heb gedaan waardoor ik dit heb. Dus misschien is het alsnog mijn dagcreme. Oh, hoe frustrerend is dit zeg. Hebben jullie ook wel eens zoiets gehad? Dat je gewoon wekenlang aan het onderzoeken bent wat er nou eigenlijk aan de hand is met je lichaam. Ik heb wel lekker geslapen dus. Maar ja, ik had dus jeuk. Wat het trouwens ook nog steeds kan zijn, is mijn pittenzak. Want die heb ik al een hele tijd niet gebruikt. En gisteren had ik het heel erg koud. Want ik had gisteren koud in mijn woonkamer, toen had ik mijn kachel aangezet. En nou, toen kwam ik van de lekker warme kamer in mijn hele erg koude slaapkamer. Dus ik had mijn pittenzak warm gemaakt. En elke keer, ook als ik met mijn pittenzak slaap, dan krijg ik ook irritatie. Dus misschien ligt het daar nog aan, want daar zit ook een soort olie in of zo. Nou, het zal wel. Ik weet het niet. Ik ga er gewoon mee experimenteren. Ik zie het wel. Maar ik vind het wel heel erg hinderlijk dat vandaag mijn oog weer helemaal dik is. Ik zit ondertussen na te denken van, volgens mij was ik toen ik aan het gamen was, ging mijn oog ook al jeuken. Dus dan is het niet mijn pittenzak. Anyways, het kan ook mijn brood zijn, want dat eet ik nooit. Nee, dat kan niet. Want dan had ik het daarvoor ook niet gehad. Want daarvoor heb ik ook al heel lang geen brood gegeten. Het zal wel. Ik zal het wel laten weten als ik er uiteindelijk helemaal uit ben wat het is. Wat ik vandaag ga doen, weet ik eigenlijk niet. Ja. Waarschijnlijk ga ik straks weer gamen met Kane. En ik kan nu niet de hele nacht door gamen, want ik moet morgen om 11:15 naar de mondhygiënist. Of nou ja, dan moet ik er zijn. Ja, mijn camera is weer leeg. De batterij dan. Dus ik doe het weer eventjes met mijn telefoon. Het zal wel een heel groot verschil zijn qua kwaliteit en geluid. Maar goed, hè, dat maakt ook niet uit. Vorige keer ging ik per ongeluk rechtop filmen. Dat was echt fucking lame. Oh, ik heb zo'n jeuk, mensen. Oh, ik word helemaal gek. Het is echt een vervelend gevoel. Het is echt alsof je hele hals gewoon, alsof je zo'n harde klittenband eromheen hebt of zo. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Goed, ik ga wel even hangen, want ik heb niet echt veel boeiends te vertellen. Ik ga een bagel maken, denk ik. Ik zie jullie zometeen wel bij het ontbijt. En als ik weer wat batterijen heb gescoord. Het wordt toch geen bagel, want ik heb geen zin in iets warms. Of nou ja, warm. Een bagel blijft altijd wel een beetje warm. Ik ga gewoon lekker matzes met hagelslag eten. En daarna denk ik dat ik nog gewoon een beschuitje neem met kaas. En dan vind ik het wel weer goed voor ontbijt. En ik ga ondertussen even wat vlogs kijken. Want ik kan niet eten en zoeken op internet tegelijk. Dus dat komt daarna wel. Hey, oh, ik krijg ineens een berichtje. Oh, gelukkig! Ik krijg een berichtje van mijn rijschool. Dat het wel gaat lukken dat ik voor juni mijn rijbewijs weer kan gaan proberen. Woehoe! Oh, daar ben ik zo blij mee. Echt, ik krijg het gewoon nu net binnen. Ik ben eten aan het maken. Ik maak wat vissticks, zoete aardappelfrietjes en wat broccoli. Het is gewoon een beetje zo'n zondag en ik ga gewoon eten waar ik zin in heb. Maar ja, dus ik kan gewoon voor juni mijn rijbewijs nog halen. En ik hoop echt dat het me gaat lukken. Ik ga gewoon proberen zoveel mogelijk lessen te nemen. Want hiervoor was het een beetje dat ik zo deed van, oké, lessen nemen. Ik wil gewoon zo snel mogelijk mijn rijbewijs. Maar nu wil ik gewoon echt eventjes de lessen in me opnemen. Ik bedoel, ik heb heus al wat geleerd en zo. Maar ik wil gewoon echt het ervan nemen dat ik nog les heb. En dat ik gewoon nog fouten mag maken, want dat deed ik daarvoor helemaal niet, zeg maar. En het was een hele erg stressvolle periode van mijn leven. Dus ik hoop gewoon dat ik nu wat relaxter ben en dat ik gewoon, ja, dat ik het gewoon wel haal. Want ik wil het zo graag en het moet echt voor juni gewoon, want dan verloopt zeg maar mijn theorie. Nou, ik ga dus eventjes eten maken. Kane die is me al aan het appen dat hij ook aan het eten is, dus we zijn zo meteen lekker tegelijk klaar. Ik heb trouwens Windows Movie Maker gedownload, want die stond helemaal niet op mijn PC of op mijn laptop. Maar ik kon het gewoon downloaden via de Microsoft website. Dus ik heb nu Windows Movie Maker opstaan. Dus ik denk dat ik misschien
morgen, nadat ik bij de mondhygiënist ben geweest, dan denk ik dat ik ga editen. Want ja, ik wil vandaag gewoon nog eventjes lekker een zondag hebben. Lekker relaxen, weet je wel. En misschien, want ik moet vanavond toch op tijd naar bed, dat ik wel gewoon niet heel erg lang ga doorgamen en dan kan editen. Maar ik ga er vanuit dat het morgen wordt. En ja, dus dan kan ik vandaag nog even lekker chillen. Ik ga mijn eten maken, want mijn belletje gaat zo van de oven. Want dan zijn mijn patatjes klaar. En dan moeten nog mijn vissticks erin. Want ik vind het echt verschrikkelijk om vissticks te bakken. Dus ik doe ze altijd in de oven. Want dan duurt het echt letterlijk een kwartier. En je hoeft ze maar één keer om te draaien. En dan zijn ze gewoon knapperig. En blijven ze ook knapperig. En dan kan je ze gewoon oppakken zonder dat ze zo... Weet je wel? En in een pan... Al die krummels gaan eraf. En gewoon... Ja, dan hou ik gewoon naakte vis over. En dat... Kind of beats the purpose of fish stick, zeg maar. Ik ben blij en ik ga eten. Dat maakt me nog blijer, dus ik ben... Oh, en trouwens, ik heb echt zoiets leuks als ik gekeken vandaag. Gekeken. Patricia Bright, dat is zeg maar een YouTuber. Die volg ik echt al super lang en zij is echt zo leuk. Zij is echt een role model. Ik weet niet waarom, maar... Ze heeft gewoon echt iets goeds. En ik ben er vandaag achter gekomen, want ik heb dus een hele tijd niet echt gevolgd dat ze een baby heeft gekregen. Ze was er best wel private over en zo. En ze is pas sinds ze het weet weer echt gaan vloggen en zo. Maar oh my god, het is zo cute. Ik bedoel, ik ben niet echt zozeer van oh my god, baby's en zo. Maar ik ben altijd zo blij om te zien hoe blij dat iemand maakt, zeg maar. Ja, dat was mijn leuke nieuws. Het gaat niet eens over mezelf of zo, maar... Niet dat dat hoeft, maar ja, dat vond ik wel even leuk om te zien. Dus wie haar ook volgt en het een tijdje niet heeft gevolgd, ze heeft een baby gekregen. En die vlogs zijn echt zo leuk. Maar goed, ik ga er vandoor, ik ga eten en check je later. I sense your uncertainty. You wonder why I involve myself in this affair. Why I take an interest in you and Imperial Intelligence. Kneel before me now, and I will ensure that you have the means to succeed. With respect, Lord Jadis, I will not bow. Then consider this a small example of my power. When you awaken, remember it as the price of arrogance. Oh snap. Game is offline. Dan ga ik ook maar offline. Echt serieus, het is niet normaal. Hoeveel ik gespamd ben terwijl ik aan het gamen was. Ik heb nu 26 berichten en daarvoor had ik er nog 16 voordat ik het opende, zeg maar. Toen zei ik, yo, laat me even, ik ben aan het gamen. Bam, 26. En het zijn niet eens allemaal van één persoon. Het is gewoon alsof ineens iedereen met me wou praten op dit tijdstip. En het is fucking 9 uur. Echt zo hinderlijk. Nou, dan kan ik dus wel vanavond gaan... editen. We zouden sowieso op tijd stoppen omdat ik voor morgen vroeg op moet. Maar hij had vanavond ook een ander event waar hij bij moest zijn. Dus ja. Dus nu ben ik aan mijn lot overgelaten. Dus dan ga ik maar gewoon even al mijn appjes beantwoorden. En dan ga ik editen. Ga ik in ieder geval even kijken hoe of wat. Dit is raar. Ik heb net mijn vlog geëdit en nu ga ik weer vloggen over dat ik mijn vlog heb geëdit. Ik denk dat ik ook even mijn telefoon op mijn gezicht ga schijnen, want dan weet ik tenminste dat jullie me zien. Sorry. Boom! Light. Ik heb dus net eindelijk mijn vlog geëdit en hij is nu aan het exporteren. En het gaat gewoon vet goed in Windows Media Player of Movie Maker Player. Dat is wat anders. Ik hoop dat hij zo meteen nog gewoon gelijk loopt met mijn mond en dat soort dingen. Want meestal verandert dat nog als je hebt geëdit en hebt geëxporteerd. Ik ga nu even mijn gezicht wassen en mijn tanden poetsen. En ja, ik heb toch maar weer een kopje Sleepy Time Tea genomen. Aangezien ik best wel vroeg op moet morgen. En het obviously niet aan mijn thee ligt. Aangezien ik weer vannacht een allergische reactie heb gekregen. Dus daar ligt het niet aan. Ik ga alles afsluiten en ik ga wat water inschenken en daarna ga ik in mijn bed liggen. En dan ga ik proberen te slapen, omdat ik morgen naar de mondhygiënist moet. En dat is om 11:15 al en dan moet ik nog een stuk voor reizen. Mijn wekker staat om 9:00. Dus dan heb ik nog wel eventjes om me klaar te maken en om wat te eten en zo.
En dan ga ik weer toegetakeld worden. Ik bedoel, het is ongetwijfeld dat het wel al duidelijk is dat mijn tanden niet helemaal perfect zijn en zo. Maar ja, I don't care. Het is voor mij echt veel erger geweest dan dit. Dus ik ben al blij dat ik gewoon... ja, ik heb helemaal nergens last van verder. Het is niet gevoelig als ik ijs eet of dat soort dingen. Dus dat scheelt enorm. En daar ben ik überhaupt al blij mee. Nu gaat iedereen heel erg naar mijn tanden kijken natuurlijk. Dus ik ga snel afsluiten. En ik zie jullie dan morgenochtend om 9 uur. Slaap lekker alvast en tot morgen!